Welkom bij een nieuwe Boeren Business TV. De verkiezingen komen eraan en ook wij komen er niet onderuit. Bij ons de gast is Maurits von Martels. Hij is nu wethouder in Dalfsen, maar staat op plaats nummer 44 van de CDA-lijst. En kan met voorkeurstemmen de Kamer inkomen. Goeiedag meneer von Martels. Ja, dag. Voorkeurstemmen nodig? Ja, die heb ik hard nodig, want zonder voorkeurstemmen kom ik niet in de Kamer. Tenzij het CDA natuurlijk 44 zetels gaat behalen. Maar dat ligt niet in de lijn van de verwachtingen. Ja, en u heeft een specifieke reden waarom u heel graag die Kamer in wil, toch? Ja, zeker. Ik bedoel, ik ben zelf melkveehouder en ik heb me verbaasd over het feit dat zo weinig actieve boeren op de lijst staan op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen. Volgens mij ben ik eigenlijk de enige. En ik denk van, je kunt dan aan de zijlijn blijven staan, maar je moet gewoon meedoen, meepraten en proberen iets voor de agrarische sector te kunnen en te willen betekenen. Ja, kunt u ons nog even wat meer vertellen over uw bedrijf? Ja, we hebben een melkveebedrijf in Dalfsen, ongeveer ruim 100 melkkoeien groot, 42 hectare. En ik heb het bedrijf overgenomen van mijn vader in 1983 en fulltime dat bedrijf gerund. In 2010 kreeg ik de mogelijkheid om wethouder te worden in de gemeente Dalfsen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen en wil niet zeggen dat ik het bedrijf niet meer actief ben binnen het bedrijf, want ik melk nog een aantal keer per week en ik voer in het weekend en ik heb een VOF samen met een partner uit Vilsteren, uit een naburige dorp, een jongen van 25, en samen met hem runnen we het bedrijf momenteel nog steeds. Dus ja, Nog steeds een actief boerenbedrijf en dat wil ik graag zo houden. Ja, jullie hebben dus ook alles meegemaakt van het ad hoc beleid wat we de laatste 2-3 jaar hebben gehad op melkveegebied. Zeker, en dat is ook een reden te meer om te zeggen van er moet wat dat betreft verandering plaatsvinden. Er moet meer boerenverstand in de Kamer komen. Mensen die echt verstand hebben van de sector. En niet alleen in de letterlijke betekenis, maar die ook nuchter kunnen nadenken over heel veel zaken waarvan je denkt van bekijk dat nou eens even, wat zijn de feiten en hoe kunnen we daar beleid op formuleren. En daar ontbreekt het momenteel aan. Waar het echt behoefte aan is dat zeker de agrarische sector wil weten waar ze aan toe zijn voor de komende 5-6 jaar. We hebben de afgelopen 4 jaar alleen maar beleid gehoord en dat het beleid dat is gemaakt op ad hoc basis. En daar word je als ondernemer niet gelukkiger van, integendeel, dat geeft heel veel frustraties. Dat heb je gezien, veel bedrijven verkeren momenteel in moeilijkheden, niet alleen vanwege de prijzen, maar ook vanwege het beleid. En daar is veel onbegrip over en dat kan me goed voorstellen, daar moet iets aan veranderen. Ja, want we hebben natuurlijk de mond vol over duurzaamheid. Nou, duurzaamheid betekent voor de lange termijn, maar als je nu kijkt naar het BV in Nederland, voor agrarische bedrijven is op dit moment geen lange termijn beleid. Integendeel, dus reden des te meer om te zeggen van, nou, laten we hopen dat zeker de nieuwe coalitie die straks in 2015 wordt geformeerd, nadat de verkiezingen zijn geweest, dat er een kabinet komt, dat in ieder geval goede afspraken maakt en die ook laat blijken dat men de agrarische sector gunstig gezind is en in ieder geval de ruimte geeft om de komende jaren goed beleid te ontwikkelen waar ondernemers wat aan hebben. Ja, hoe groot is de kans dan dat u, want we hebben de laatste tijd heel veel groene geluiden gehoord, dat u namens de agrarische sector weer een duidelijke stem kunt krijgen in Den Haag? Nou, natuurlijk heeft de kiezer dat zelf in de hand. En je hoopt dat in ieder geval de partijen die enigszins de agrarische sector gunstig gezind zijn, en dat noem ik toch met name een aantal partijen op. Volgens mij is dat CDA, SGP, ChristenUnie en de VVD. Dat zijn partijen die zich toch hard maken voor die agrarische sector. En ik hoop dat die partijen in ieder geval in de nieuwe coalitie een stem krijgen, een plaats krijgen. En dan ben ik ervan overtuigd dat er ook goede afspraken gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Ja, een ander pijnpunt is bijvoorbeeld in de melkveehouderij, dan hebben we het natuurlijk over fosfaat, maar dat is eigenlijk de kaderrichtlijn water. Dus dat ligt weer op het milieubord. Ja. Terwijl landbouw valt onder economische zaken. Hoe gaan we dat in de toekomst oplossen? Nou ja, het CDA heeft natuurlijk al langer gepleit voor het feit dat er natuurlijk een ministerie van Landbouw moet komen, weer terug moet komen. Het is er in het verleden, zoals ik het kende, altijd geweest. Volgens mij is het in 2010 verdwenen. En dat is uitermate jammer. Jacco Geurts heeft ook vaak genoeg gezegd dat het ministerie van Landbouw terug moet komen. Ik hoor dat geluid ook bij meerdere partijen. De enige waar ze nu nog een beetje over twisten is over de naam. Of het nou ministerie van Landbouw of voor voedselveiligheid, hoe het ook moet heten, moet er in ieder geval weer een ministerie komen. En niet een staatssecretariaat wat onder economische zaken valt. Want het heeft afgelopen jaren in ieder geval niet gefunctioneerd en dat ziet volgens mij iedereen wel in. Ja. Als je kijkt naar de landbouw, heeft de agrarische sector nog een toekomst in Nederland? Die toekomst is er wel degelijk, maar het vertrouwen begint wel zo langzamerhand een beetje te verdwijnen dat inderdaad dat het een rooskleurige toekomst is. Tuurlijk zullen er altijd bedrijven overblijven,
Maar nou, als ik nu de stemming in de sector peil, dan zijn er weinig mensen die echt met heel veel optimisme naar de toekomst kijken. En dat is deels, voor een heel groot deel zeg ik wel, veroorzaakt door de politieke klimaat wat er hier in Nederland momenteel sprake van is. Ja, in de kader van de melkveehouderij hadden bijvoorbeeld de verplichte weidegang die speelt en het motiekalfje bij de koe wat er geweest is. Ja, eigenlijk zijn dat weer momenten waarop je denkt van hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat dit soort onderwerpen überhaupt besproken worden in Den Haag. Laat de politici zich bezighouden met zaken die echt ertoe doen. En dat zijn de zaken, hoe kunnen we de landbouw nou een plek geven voor de komende jaren? Dat we kunnen zeggen van hier willen we naartoe. De politiek moet faciliteren, ondersteunen, maar ook begrenzen. En met name dat laatste, daar heeft het ook nog wel eens aan ontbroken. Maar lijkt het wel alsof men de aandacht wil afleiden over de zaken die echt belangrijk zijn. En dan komen dit soort kalverliefde moties en verplichte weidegang, die komen dan te sprake. Het trekt heel veel publiciteit, maar het gaat eigenlijk nergens over. En het geeft alleen maar binnen de sector heel veel onrust. Ja, ja, u werkt ook met een medewerker samen, bedrijf die ook relatief jong is. Ja. En daarvoor ziet u echt nog wel een toekomst in het bedrijf. Nou, we hebben zelf 3 zonen. De oudste zoon die zit op de Hoge Landbouwschool in Dronten. Nou, die zegt vaak genoeg tegen mij, pa, ik weet echt niet of er wel een toekomst ligt voor mij in de landbouw in Nederland. Wat dat betreft ga ik liever een kijkje nemen in het buitenland, om te zien of daar de mogelijkheden groter zijn. Ik heb al een broer, een oudste broer, is geëmigreerd naar Canada. Nou, die is echt niet van plan om terug te keren naar Nederland. Die verbaast zich over het feit hoe in Nederland de landbouwpolitiek, hoe die een stempel probeert te drukken op de huidige gang van zaken. Ja, dus als we de jongeren hier willen houden, dan is dat dit echt wel 2 voor 12. Moet er nu actie ondernomen worden. Oh, dat is heel duidelijk. Dus het is niet voor niks dat ik mijn kandidaat heb gesteld voor de Tweede Kamer. En ik hoop echt daar een plekje te krijgen. En hoop daar goede dingen te kunnen doen voor de landbouw in algemene zin. Ja. Heeft u nou nog vragen? Die kunt u altijd stellen aan de redactie Het Boerenbusiness. Dan zorgen wij dat meneer Van Martels terechtkomen. En anders, u weet op wie u kunt stemmen. En veel succes bij de verkiezingen.